Wat vind je een afknapper bij jongens? Hoe gaat het nu met je? Wie was je eerste keer? Dit is een hele leuke vraag. Hoe vond je eerste zoen? Hoi allemaal, leuk dat je kijkt weer naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me kennen. Ik ben Sarah Verwoerd en ik hou van eten. Dus daarom heb ik weer een nieuwe sushi mukbang. Ik dacht, waarover kon ik mijn video maken? Zaterdag. En jullie vinden een mukbangje gewoon altijd het leukst. En ik heb eigenlijk bijna geen tijd meer deze week. En ik had heel veel honger, want het is 2 uur en ik had eigenlijk nog niet echt iets gegeten. Dus ik dacht, dit is gewoon het perfecte moment om een sushi mukbang op te nemen. Ik heb besteld bij I Love Sushi. Ik bestel hier altijd. En het is echt super lekker altijd. Ik heb als warm gerechtje lekker lumpia's. Het was eerst 3 nigiris, 1 avocado en 2 geflambeerde zalm. Ik weet niet of het scherp is, want ik heb een bril nieuw. Dan heb ik gewoon avocado makis. Dit zijn mijn favorieten ever. Het is zo simpel, maar ik vind het zo lekker. En dan heb ik een box met California zalm, komkommer en garnaal. Ik weet niet of het scherp is, maar je kan het vast wel zien. Ook heb ik jullie op Instagram een vraag gesteld. Dus volg me nog op Instagram. Dat is @sarahverwoerd. Ik kan het dus niet goed zien. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet de video een duimpje omhoog te geven. Als je er zin hebt in de sushi mukbang. En ja, vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en de notificatiebel aan te zetten. Miauw. En ik hou echt van wasabi en gember. Ben ik de enige? Let me know. Ze hebben echt lekkere grote stukken avocado erin gedaan. Dat vind ik echt amazing. Oh, lekker die gember. Daar beginnen we mee. Mmm. Zo lekker. Oh, ik heb er 6. Volgens mij krijg je er normaal 4, maar. Mmm. Mmm. Zo lekker. En zoveel honger. Oké. Okay. Oh, dit is echt een lieve vraag eigenlijk. 1 jaar zonder telefoon, wifi en internet of zo, et cetera. Of 1 jaar zonder Isabel en Bo. Dat is echt zo cute eigenlijk als je erover nadenkt. Maar internet en wifi, dat is wel YouTube. En ik zou denk ik echt niet 1 jaar niet geen YouTube willen doen. Maar ja, 1 jaar hun niet zien. Ja. Ik denk dat het heel slecht, het klinkt echt heel kut en het klinkt ook heel slecht. Maar als zij ook bijvoorbeeld 1 jaar mijn telefoon niet mogen zien, is kut. Mm. Maar dus ook mijn werk. Dus hoe kan ik daar nou tussen kiezen? Stel Isabel zou bijvoorbeeld 1 jaar in het buitenland gaan werken. Dan kan ik haar wel gewoon nog spreken via de telefoon, want ik heb wel gewoon mijn telefoon nog. Maar het wordt de telefoon en wifi. Moet ik ook wel gaan jullie nog spreken. Hoe gaat het nu met je? Deze vraag heb ik ook heel veel gehad. Omdat ik natuurlijk in mijn weekvlog vertelde dat ik me ja, gewoon niet echt goed voelde. Ik zat niet heel goed in mijn vel een tijdje. En dit kwam door ja, een bepaalde situatie wat ik verder niet op in wil gaan. Deze situatie is gelukkig voorbij. Het is allemaal goed gekomen. En ja, ik ben eigenlijk gelukkiger als het... Ik kan eigenlijk niet gelukkiger zijn op het moment. Het gaat goed met school. Het gaat goed met YouTube. En ik heb gewoon allemaal leuke mensen om me heen. En ja, ik heb echt een beetje de drive weer gepakken met het leven. En het was voor mij echt een soort opstarten weer na de vakantie en zo. En ik had daar een beetje ja, moeite mee, maar het gaat eigenlijk de hele goede kant op nu. Dus super lief dat je het vraagt. Dit is een hele leuke vraag. Komt er een winactie met jouw sieradenlijn van Labella? En is dat precies vandaag online? Dit is echt te grappig. Ja, er komt een winactie. Die staat vandaag online. Een winactie online van mijn sieradenlijn. Dus check mijn Instagram. Het is een Instagram giveaway. Dus check het. En dan kun je sieraden van mijn lijn van Labella winnen.
Wat is mijn favoriete sushi? Ik denk deze. Ik ga hem meteen nemen ook. De geflambeerde zalm. Die is heilig. Beetje wasabi erop. Echt jongens, deze sushi is echt the best thing ever. Die saus ook erop. Zo lekker. Ben je dankbaar voor hoe je bent opgevoed? Wat een leuke vraag. Ja, eigenlijk achteraf wel. Mijn ouders zijn niet altijd de makkelijkste geweest. En ze waren soms best wel streng. Vooral bijvoorbeeld met geld sparen en zo. En ik ben heel erg opgevoed dat je altijd geld moet sparen. Goed met je geld om moet gaan. En daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Gewoon, ik zie zoveel om me heen dat iedereen alles maar uitgeeft. En ik vind dat heel erg zonde. Natuurlijk ga ik lekker uit eten. En ja, ik doe gewoon alles wat ik wil. Ik koop alles wat ik wil. Maar ik heb altijd geld wat ik spaar en waar ik gewoon niet aan zit. En ja, daar ben ik wel heel blij mee dat ik dat zeg maar van mijn ouders heb meegekregen. Wanneer ga ik op mezelf wonen? Nou ja, ik zou heel graag nu op mezelf willen wonen. Bijvoorbeeld samen met Isabel of zo. Maar ja, ik heb het thuis nog zo goed. En het is niet per se nodig. En het is zo duur. Dat ik denk, ja, dan geef ik al mijn geld daarvoor uit. Ja, voor wat eigenlijk? Terwijl ik het hier thuis net zo goed heb. Zou je ooit een meeting met je kijkers willen doen? Dat hebben Isa en ik van Isa Luna kanaal bedacht. Dat we een closet sale en een meeting in één willen gaan doen. Maar we moeten nu natuurlijk met corona even kijken of we dat gaan doen. Want het is natuurlijk allemaal weer verscherpt aan maatregelen en zo. Dus dat staat wel in de planning op de toekomst. Dus als je daar interesse zou hebben, laat in de comments weten of je dat leuk lijkt. Nou, dan willen we dat echt wel gaan doen. Wat vind je een afknapper bij jongens? Een afknapper vind ik bij jongens als ze een veel te grote ego hebben. Dat ze zeg maar veel te vol van zichzelf zijn. Kijk, tuurlijk mag je zelfverzekerd zijn, maar sommige jongens die zetten ergens hun ego opzij en daar kom je gewoon niet verder mee. Ik pak een snelheid als je tegen een muur praat. Moet je gewoon een beetje verzorgd zijn. Dus als je niet echt verzorgd bent. Of als je respectloos doet. Als je respect hebt. Dan kom. Echt het beste wat je een meisje kan geven is veel respect. Dat is echt zo. Daar vallen mij echt op. Hoe kom jij de dagen door met online les? Ik heb echt geen motivatie. Nou, ik ook niet. Ik doe zeg maar bijna niks aan school. En ik moet echt wel meer doen. Ik doe nu wel meer dan dat ik eerst deed. Oh, maar meid, ik heb het er ook zo moeilijk mee. Ik weet gewoon niet, ja, waar ik de motivatie vandaan moet halen. En mijn school motiveert me dus ook niet echt. Dus ik ga het maar zien. Ik heb nog niet echt dat ik cijfers heb moeten halen. Dus ik ga het wel zien hoe het loopt. En anders ga ik echt stoppen. In ieder geval, ik ga nu stoppen, maar misschien wel iets van een tussenjaar nemen. Want als ik gewoon merk dat het niet werkt, dan werkt het niet. Dan moet je mezelf ook gewoon, je moet niet te hard zijn voor jezelf. Als het je gewoon niet lukt, dan lukt het je niet. En dan moet je jezelf niet gaan dwingen, want dan word je alleen maar doodongelukkig. Dus als je er dan een jaartje langer erover doet, ja, weet je, ik heb dan zo wit. Als ik me anders doodongelukkig ga voelen, is het ook niet waard. Ooit onzeker over je gewicht geweest? Of momenteel? Ik ben altijd heel onzeker over mijn gewicht geweest. Er is eigenlijk geen moment dat ik kan herinneren dat ik niet onzeker ben geweest over mijn gewicht. En ik hoor altijd van anderen van, joh, je moet niet zo zeuren, je ziet er hartstikke goed uit en zo, bla bla bla. Maar als je dat zelf niet ziet, dan kan iemand zeggen wat hij wil, maar dat boeit je niet. Ik zit eigenlijk echt met mijn mond vol te praten. I'm sorry guys, maar ja, dat is mijn pijn. Maar het is nooit zo erg geweest dat ik er echt wat aan doe. Want ik hou gewoon te veel van eten. Eten is echt mijn leven, zoals jullie zien met mukbangs en zo. Buiten de mukbangs om probeer ik wel gewoon wat gezonder te eten.
Ja, het is altijd net op het randje van of ik er echt wat aan wil gaan doen of niet. Ja, ik vind het lastig. Ik ben er wel heel onzeker over, maar ik was van de zomer echt aangekomen. Maar dat is gelukkig alweer een beetje weg, omdat ik gewoon weer regelmatig eet en gewoon goed eet. En in de zomer ben je natuurlijk overal nergens en dan ga je weer pizza bestellen en dit en dit en dit. Het gaat al wat beter, mijn gewicht zie ik ook echt. Maar het zou altijd denk ik wel iets zijn waar ik onzeker over ben. En ik denk heel veel meiden, ook al zie je er perfect uit, altijd ben je als meisje wel een beetje onzeker denk ik. Wat mis je het meeste nu? Nou, ik mis echt het meeste het uitgaan, het sociale contacten, op school gewoon naar school gaan, lekker met je klasgenoten praten, lekker kloten, wijntje doen aan de les, de festivals. Ja, dat zijn gewoon echt de dingen die ik mis. Gewoon vooral de sociale contacten, gewoon buiten de buurt om zeg maar hier, want je ziet elkaar hier in de buurt zoveel. Op een gegeven moment ben je iedereen's kop ook wel een beetje zat. Love iedereen waarmee ik omga, daar niet van, maar... Oh mijn god. Ik heb ineens water. Ik denk opeens ik heb dorst, maar ik ga even water halen, what the fuck. Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik ben altijd iemand als ik veel honger heb, dan denk ik niet eens aan drinken. Leuke vraag voor de titel. Met wie was je eerste keer? Oh, de batterij is bijna op, maar maakt niet uit, want ik heb nog een batterij. Wacht jongens, ik ga even de batterij verwisselen. Zo lekker! Love it! Maar in ieder geval, de vraag me was, met wie was mijn eerste keer? Nou ja, mijn eerste keer was met een jongen. En die kennen jullie allemaal niet. En ik ga ook zeker zijn naam niet noemen. Dus dat is ook gewoon een beetje raar voor hem. Want stel hij wil het helemaal niet, ga ik dat op internet gooien. Maar oké, that's the secret. Hoe vond je eerste zoen? Oh my god, ik weet dat ik zo zenuwachtig was. Ik ging met een jongen afspreken. Gewoon, weet ik wat we gingen doen, film kijken of zo. Nou, ik was zo zenuwachtig. Ik durfde echt niet. Hoe oud was ik? Ik denk dat ik 14, 15 was. Ik denk 14. Ik sloeg natuurlijk nergens op. Op dat moment denk je helemaal van, oh my god. Maar achteraf denk ik echt... Dat slaat nergens op. Maar dat is met al je eerste seizoen, denk ik. Iedereen. Dus echt denken, want je weet echt niet wat je deed. En die jongen ook niet hoor. Je weet allebei niet wat je doet. Want je weet helemaal niet hoe dat werkt. Nou, het is echt een grap. Al je foto's verliezen of al je geld verliezen. Nou, al mijn geld verliezen. Al mijn foto's verliezen. Wat boeien. Maar die foto's nou weer. Oh, maar wacht. Dan zie ik ook foto's van vroeger en zo. Ja. Nee, als ik al mijn geld zou verliezen, dat zou ik niet zo leuk vinden. Dus dan daar heb je zo lang voor hard voor gespaard. En je ouders, dat. Nee, dat zou ik niet zomaar weggooien. Wie denk je dat Love Island gaat winnen? Nou, ik hoop Jonah en Merit. Ik heb het gisteren trouwens nog niet gezien. Maar ik hoop echt dat ze gaan winnen. Ze zijn zo fucking cute. Ik vind Merit zo lief. Echt geweldig. Ik wil echt dat we gaan winnen. Ik stem. Ik heb ook echt alleen maar op Joan en Merk gestemd. Als je favoriete eyeliner Joan. En favoriete koppel art altijd Joan en Merk. Echt zo leuk zijn ze. Geweldig. Als je nog maar één soort zou mogen kiezen. Zou je dan ontbijt, lunch of diner zijn? Nou, diner sowieso. Ik hou niet van ontbijt. Ik ontbijt ook niet. Dit is mijn ontbijt, zeg maar. Lunch, daar hou ik ook niet van. Ik hou gewoon lekker van warm eten. Van gerechten en zo. Zo zit dat tussen mijn tanden de hele tijd. Daar ben ik altijd bang voor. Dan heb ik altijd verschut hier. En sowieso diner. Als ik één eten zou mogen kiezen, is het sowieso sushi. Sushi all the way. Ik kan het elke dag eten. Het is nu woensdag en ik heb zondag nog gegeten. Volgende week maandag ga ik het ook weer eten. Ik ga de avocado onigiri nemen. Iets wat je in je verleden hebt geleerd. Nou, er zijn heel veel dingen gebeurd in mijn verleden. Niet per se hele heftige dingen hoor, maar iedereen maakt natuurlijk gewoon dingen mee. Want ik ben eigenlijk alles wat ik heb meegemaakt, hoe kut het op dat moment ook was, allemaal stuk voor stuk super dankbaar. Want het heeft me allemaal
gebracht en geleerd tot het mens dat ik zeg maar nu ben. En natuurlijk probeer ik mezelf alleen maar te verbeteren en ben ik niet perfect en weet ik het allemaal. Maar ik ben gewoon alles dankbaar. Er is niet iets waarvan ik denk van, oh, dat had ik zo graag terug willen draaien, want dat heeft helemaal verkeerd uitgepakt. Ik heb echt een soort vertrouwen gehad dat alles gewoon komt zoals het moet zijn en dat alles goed komt. Op niet altijd op de manier dat je hoopt, maar uiteindelijk toch wel ziet dat het eigenlijk misschien soms wel beter is dan dat je had gehoopt. Even een sushietje hoor. Dus ik begin wel echt wel een beetje vol te raken, maar het is wel echt lekker. Ik heb echt super veel vragen met hoe gaat het met je op dit moment? En dat vind ik zo lief dat mensen daar gewoon op vragen. Ik heb ook heel veel DM's gekregen en reacties onder mijn YouTube video van hoe gaat het? En ik hoop dat het goed gaat. Ik vind het zo lief. Echt jongens, love you. Jullie zijn echt de best ever. Ik zweer het. Ik haal zoveel motivatie en zoveel geluk uit jullie reacties soms. Het is echt zo lief. Naar welke landen zou je nog graag heen willen op vakantie? Ik wil heel graag. Maar ik wil heel graag naar New York, naar Amerika. Het liefst dan naar New York of naar LA. Ik wil heel graag naar Bali. Heel graag. Grapje. Sowieso wil ik Azië echt zien. De Malediven of zo. Gewoon zo'n fucking mooi strand of eiland met zo tropisch mooi gebied. Dat lijkt me echt heerlijk ook. Je ziet dat ik die komkommer niet eet. Ik hou ook niet echt van komkommer en ik hou ook niet echt van komkommer sushi. So, die ga ik een beetje laten staan, denk ik. Ik krijg zo vaak de vraag, hoe lang ben je? Maar ik ben 1,70, dus het is gewoon normaal. Ik ben niet klein of zo, maar ik ben ook niet lang. Ik ben gewoon precies het gemiddelde volgens mij. Volgens mij is het gemiddelde van een vrouw in Nederland echt iets van 1,70. Dus ik vraag me af, laat in de comments weten, lijk ik op YouTube heel lang of lijk ik heel klein? Waar komt die vraag vandaan? Ik begin echt vol te raken. Wat is het meest beschamendste wat je ooit hebt gedaan toen je dronken was? Nou, wat niet. Echt, als ik dronken ben, dan zet ik mezelf zo verschut. Dat is niet normaal. Ik ga heel hard schreeuwen. Ik ga heel hard praten, want volgens mij ben ik echt half doof. Ik praat volgens mij nu ook al de hele tijd heel hard. Maar ik heb gewoon echt een harde stem van mezelf. En dan slik ik gewoon een luidspreker in, volgens mij. Ik weet niet wat het is, maar het gaat nergens over. Ja, het ergste wat ik nog weet, want ik vergeet altijd meer dan de helft, is dat ik denk, het was in een superclub. En het was een avond dat ik vrienden tegenkwam en die stonden in de VIP. Dus toen stond ik daar gewoon bij. En toen was daar zeg maar een soort podiumpje omhoog en dan kan zeg maar iedereen die hele club kan je zien. Dus ik stond daar op te dansen en ik weet niet wat er gebeurde, ik had gewoon hak aan. Ik val gewoon kaart achterover. En het is nog gefilmd ook en ik ga het filmpje niet laten zien, want het is echt heel schamend. Maar je ziet me echt gewoon keihard achterover vallen en ik val gewoon midden in die VIP gewoon van die podium af. Waarschijnlijk zag de hele club het ook. Bad awkward, oh my god. Maar ik stop. Ik kan niet meer. Ik zit zo vol. Wil je meedoen aan de giveaway? Check mijn Insta van de sieraden van Labella. Echt grappig dat ik precies die vraag krijg. Vond je de video nou leuk? Vergeet zeker niet een blij duimpje omhoog te geven. En bij het abonneren en notificaties wel aan te zetten. En te volgen op Instagram. In ieder geval super erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Oh, de camera staat nog aan. Ik ga stuk. Ik let hier wel wasabi van. Gaat weer lekker. Nou, dag!